Dus ik feliciteerde hem ook zo van gefeliciteerd. En dan kijk je een beetje zuur. Ja, waarom zou je me feliciteren? Want we hadden moeten winnen. Want er waren toch mogelijkheden voor jullie? Ja, er waren zeker mogelijkheden. En ik voorop, denk ik. Ik had de tweede ook moeten maken. Ook? Nee, ja, de kansen waren er zeker om het op slot te gooien. Dat laten we na. En ja, één moment dat we net niet goed verdedigen. Ik denk dat we heel vaak heel goed hebben verdedigd. En dan maak je ze 1-1. Het was wel een intensieve wedstrijd. Gebeurde veel, hoog tempo. Ja, zeker. Je weet ook van tevoren dat zij volle bak gaan. Zij spelen voor lijfsbehoud. Eerste helft deden we dat niet goed, denk ik. Ze kwamen veel ook door aan mijn kant, aan de rechterkant. Tweede helft hebben we dat iets omgezet. Ging wat beter. En kwamen de pakken heel goed uit. Ja, Van der Steek ging naast Maher spelen ook. Ja, dat klopt. En ja, een paar goede uitbraken, denk ik. En volgens mij gelijk naar de 1-1, gelijk 1-1. Ja, dat zijn wel kansen die je moet maken. Ik wil zeggen, jij ziet dat. Vanaf de aftrap. 1-1. Zoveel mogelijkheden hebben jullie al gehad. Dan sta je toch ook als verdediger af en toe te schreeuwen van schiet die bal dan gewoon eens 1 man. Hij doet het niet expres natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, volgens mij, ik had ook een mega grote kans. Dus ja, daar bal ik nog meer van. Dit is inderdaad dat moment van Doefikas. Ja, hij pakt hem ook. Hij pakt hem ook. Lampo gaat snel liggen. Dus als Doefikas had gekeken, had hij hem kunnen stiften. Ja, ik ben geen spits, dus ja, ik kan er niks over zeggen, sorry. Nee, je bent geen spits, maar je maakt wel... Is je eerste van het seizoen? Eerste van het seizoen, dat klopt. Ja, lekker man. Ja. Nou, heb je, kijk, dit is het duel. Hij knikt hem goed in, hè? Nee, gebeurt niet vaak. Nee. Ik stond op een goede plek. Nou, je moet toch wel wat doen, hè? Is het niet alleen maar staan? Ja, maar volgens mij werd hij ook fantastisch genomen. Dat is waar, want Maher kan wel een balletje trappen. Goeiedag. Ja, niet normaal. Die kan ze wel lekker voorgeven. En daarom scoren we ook vaak uit de standaard situatie. Dat waren eigenlijk ook in de eerste helft zeker de momenten dat jullie gevaarlijkst waren. Zeker eerste helft, ja. Zeker. Zeker eerste helft. Hoe gaat het met je? Want je hebt een seizoen waarin je af en toe bang zitten bent. Dan kom je er wel weer bij. Hoe is het? Ja, zeker. Hoe is het? Ja, het is een beetje op en af. Ik heb ook veel last gehad van ziekte. Ik had corona gehad. Toen ging ik eruit. Toen werd de trein ontslagen. Had ik nog wat complicaties na die corona-uitbraak. Ja, uiteindelijk sluit je weer aan. Na 2 maanden speelde ik weer mijn eerste wedstrijd. Dus ik ben blij dat ik nu weer speel. Dus de play-offs komen voor jou juist op tijd? Ja, dan zijn we helemaal fit. Helemaal goed, dankjewel.